gaan we tussen die ijsrakken door en daar zien we dan het schip waar het ook om draait natuurlijk. Wow! Wauw, kijk eens! Hallo beste mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Planet Coaster. Vandaag hebben wij een enge attractie. Wacht. Ja, dit kan natuurlijk niet. Een beetje sfeertje maken, let op. Kijk, dit lijkt er beter op. Laten we beginnen met Ghost Ship. Dit project is gemaakt door FSF Ranger en het heet dus Ghost Ship Dark Ride. Je kan het vinden via de Steam Workshop. Kijk even in de beschrijving. Als ik het niet ben vergeten, staat daar een linkje en kan je ook zelf dit project ervaren. Dat betekent dus, als je geen spoilers wil, dan kan je beter de video wegklikken. Of je blijft natuurlijk griezelig kijken en genieten van deze Dark Ride. Ik weet niet of dat de Titanic is op de achtergrond, maar hij heeft maar 2 schoorstenen. Normaal heeft hij natuurlijk 4 schoorstenen en is die denk ik ook wel 3 keer zo groot als het schip wat je daar in de verte ziet. We gaan een ritje maken. Hier op de Noordpool of waar het ook afspeelt, het is in ieder geval mega, maar dan ook mega koud. Officieel begint het project natuurlijk hier zo bij het begin, waar de mensen ook bezoekers spannen. En dan lopen ze zo naar de ingang van het park. Binnen aangekomen zien we gelijk een soort van, ja, ik wil het niet gelijk een parkeerplaats noemen, maar daar is het wel voor bedoeld zo te zien. En hier hebben we een pleintje, ik zie daar een paar van die opslagplaatsen, schuren, loodsen. En wat hebben we daar dan nog? Oh, dit is leuk. Het is gewoon een soort van woning met een busje erbij. Dit busje? Oh, een minivan. Ik weet niet of dit nou een gedownload object is of is dit nou een standaard object. Want ik moest een paar van die toolkit items downloaden. En toolkit items zijn natuurlijk die models. We kunnen helemaal naar achter lopen. En hier zien we ook containers. Het is echt een beetje duister allemaal. Ik laat me lekker verrassen. We gaan naar de ingang en daar is die dan. Hij staat nog even op rood, want dadelijk mogen wij als eerste deze baan gaan testen. Ik vertrouw het op zich wel. Ik zie dat mensen dit vaak gebruiken. Dat zijn van die, ja, dit is van Haunted House. Dat is een muur en die doen ze dan een beetje draaien. En dan krijg je echt zo'n zijkantje van baksteen. Het ziet er fantastisch uit. Ik wilde ook zeker, dat heb ik vorige keer ook gezegd, ik wil daar meer mee gaan werken met mijn huidige projecten. We lopen verder met een slalomwachtrij naar de bootjes. En er staat als het goed is een prachtig bootje klaar. Het is ook maar 1 bootje. Dat maakt niet uit. We gaan gewoon instappen. Ik ben ook niet bang of zo. Ja, ik laat me gewoon compleet verrassen. En ik denk dat jullie dat ook gaan doen. Ik hoef natuurlijk niet de snelheid in beeld te laten zien. Want ja, hij zal waarschijnlijk lekker rustig dobberen op het water. Ik heb het geluid iets harder gezet. Meestal voor mijn opnames doe ik het geluid wat zachter. Anders, ja, die achtbanen die razen soms zo hard over die rails heen. Maar bij deze attractie zal dat waarschijnlijk niet gebeuren. Dat er in één keer een hard geluid komt. Of misschien een jumpscare. Dat zou ook nog kunnen. Wacht even. Volgens mij moet ik nog even op testen klikken. Anders staan we hier morgen nog natuurlijk. Zo, test. Kijk. Nu weten we zeker dat we gaan vertrekken. En dat is maar goed ook. Want ik heb er zin in. Hier staat een... Wow, oké. Dat was apart, maar ik hoor muziek. Hele aparte muziek. Ik heb niks voor de rest gedownload, dus waarschijnlijk zit het gewoon standaard in het spel. Ik zie daar een vuurtoren. Je hoort echt duistere muziek, joh. Maar die vuurtoren is heel mooi opgebouwd. Prachtig. En daar zien we nog een lichtje vanuit de boot. En het schijnt daar in de verte op iets, maar of het is gewoon random, dat kan ook. Het is echt zeer spooky, want we gaan langzaam richting die boot natuurlijk. Allemaal van die prachtige wakken heeft hij gemaakt in het water. Oh jee. Het is echt heel, heel vies dit sfeertje. Echt waar. Oh, een reddingsboei. Hoor nou. Ik hoor gewoon het geluid van die reddingsboei. Wat grappig joh. Want meestal hebben mensen dan van die muziek die je dan kan downloaden. Wacht even. Ik ga even kijken of hij een muziekje heeft toegevoegd aan de attractie zelf die ik moet downloaden. Nee, hij heeft alleen maar de workshop items die hij heeft gebruikt, heeft hij benoemd in zijn beschrijving. En hij heeft ook 2 weken hier aan dit project gewerkt. Dat is best netjes, 2 weken, toch? Gaan we tussen die ijsrakken door en daar zien we dan het schip waar het ook om draait natuurlijk, Ghost Ship. En ik ben ook benieuwd of we binnen in dat schip gaan, dat lijkt me heel vet. Vooral de aankleding binnenin natuurlijk. In de verte zie ik een bootje en die is al een beetje aan het zoeken met zo'n zoeklicht. Wat hij allemaal kan vinden op die boot. En waarschijnlijk hebben wij dan de grote taak om dit mysterie uit te zoeken. En ja, komen we er wel levend uit natuurlijk. Oh, wat is er? Ik hoor geluiden. Ik zie een haai in de verte, geloof ik.
Oh jee. Ja, daar zwemt hij. Oh, hij komt echt langs de boot. Geweldig. Dat is heel mooi getimed. En het bootje is ook helemaal zelf gemaakt. En waarschijnlijk heeft hij die objecten gewoon gedownload en geplaatst. En daarom noemt hij ook die workshop projecten op zijn beschrijvingspagina. Geloof me, het is leuk om af en toe die beschrijvingen te lezen. Ook handig voor als je misschien foto's moet downloaden. Via een Google Drive link is dat vaak. Of muziekjes natuurlijk. Om het wat spannender te maken. Wat helemaal bij de attractie hoort. We gaan binnen in het schip. Het is echt mega donker. Wat ik kan zien is zeg maar... ik kan het even laten zien. Een beetje... niet hout. Ik dacht eens dat het hout was, maar een soort ijzer. Ja, en ik vind het zonde om zo te kijken met het licht. Maar soms wil je gewoon kijken hoe dingen zijn gebouwd. Ik ben altijd heel nieuwsgierig namelijk. Die geluiden ook. Wauw. We komen in, denk ik, de soort van... ja, motor, de engines van de boot. Met allemaal kaarsjes. Die geven toch enigszins wat licht. Er is nog niks te zien aan geesten of aan skeletjes of vampieren, spoken, weet ik veel, demonen. Wat hebben we nog meer? Spinnen natuurlijk, gemene slangen, gemuteerde dino's. Of misschien wel hele boze appels met giftige klauwen. Ik heb nog nooit een boze appel gezien, maar wie weet... Oh ja, van welke prinses at die nou? Door een roosje of zo? Oh, ik zie wel een schaduw. En wat het dan voor schaduw is, weet ik niet, maar het lijkt net een wapperend doekje. En we gaan hier naar boven. Och jee, kijk nou. Dit is heel mooi. Dit is echt oprecht heel mooi. Vooral die aankleding in die boot is heel vet. Vooral die lampjes die ophangen. Volgens mij zijn deze kamers... ja, kijk. Allemaal onder water gelopen. Dit is toch een beetje Titanic gevoel nu. Zeker. Ik kan helemaal nog in de verte kijken. Hé, we hebben nog een paar vrienden bij ons in de boot. Dit sfeertje is geweldig. Gewoon puur dat zo'n kamer onder water is gelopen. Ik hou van dit sfeertje. Nog niet vaak gezien in Planet Coaster. We hadden een keer een Bioshock project. Dat weet ik nog wel. Kan je zoeken op mijn kanaal. Ook heel tof. Met water en zo. Geweldig. Stoeltjes. Ook allemaal onder water. Omgevallen tafels. Mooie lichten ook hierboven. Die doen het nog wel. Maar wat spookt hier rond? Dat is de grote vraag. Jeetje, kijk dan. Wauw. Een mega scène. Blijkbaar is dit een soort van eetzaal, denk ik. Gaaf dit. Ik wil eigenlijk nog van die ratjes zien lopen over de buis heen. Dat hij gewoon een buis heeft gemaakt. Dat er dan net zo'n ratje overheen loopt. En dat je dan een lampje met een schaduw op die rat... schijnt. En dat je dan die schaduw op zo'n muur geprojecteerd ziet. Allemaal fantastische ideeën. Soms niet altijd even makkelijk om het uit te werken, maar het is wel, het eindresultaat is natuurlijk wel heel gaaf. Ik wil het even licht maken. Toch even om te kijken hoe dit allemaal is ingericht. Maar veel beter als we gewoon het licht dempen natuurlijk. Maar ik ben nogmaals heel nieuwsgierig hoe dingen in elkaar zitten. En dat hij ook muren bouwt en dat die muren eigenlijk helemaal niet zichtbaar zijn tijdens de rit, hè. Dit is ook heel mooi. Wat een werk, joh. Oh. Oh jee. Dat zag er niet goed uit. De lamp gaf een blauw licht. Oké. Een meneer in het water. Althans, een drijvend lijk. En meerdere lijken hier. Oh, gadver, dit is heel creepy. Vooral nu die lampjes ook aangaan. Want het lijkt net alsof die lampjes van de boot afkomen. Maar er zitten helemaal geen lampjes op de boot. Dus heeft hij heel leuk getrukt. En hier is het allemaal ingestort. We komen bij de badkamers. De douches. Ik denk het wel. Het ziet er ook allemaal normaal uit. Althans normaal. Niks te bekennen qua spook en zwembad natuurlijk. Gaan we daar serieus zo snel... Oh nee, we komen er nog terug. Ik denk, gaan we er zo snel voorbij? Het ziet er al zo geweldig uit. Het is zonde als je ja, maar 2 of 3 seconden van die scène ziet natuurlijk. En wat... Oh! Oh, 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 oh! Wauw! Geweldig, echt geweldig. Wat een timing, joh. En zo zie je maar weer dat je ook gewoon met de standaard geluiden in Planet Coaster... gewoon heel veel kan doen.
zijn vooral die boxen. En daar zit ook, ja, er zitten standaard geluiden in het spel. En die kan je dan af laten spelen via die boxen. Dat heeft hij heel goed gedaan. Vanuit de zwembadscène komen we aan bij een grote zaal. Met ook een biljarttafel. Mooi gedaan. Zoals de details ook aan de zijkant. Mooi, mooi, mooi. En ook weer doekjes. Ik weet ook niet waar we nu naartoe gaan. Oh, er staat wel een vaas. Oh jee. Ik zie oogjes. Volgens mij is dat het... Wow. Kijk eens. Oh nee, kijk nou. We gaan terug in de tijd. Oh, dat sfeertje is geweldig. Zo zag de boot, of in ieder geval het schip van binnen eruit, toen het nog allemaal gewoon normaal was. Voordat de demonen kwamen. Oh, dit is heel leuk. Oh! Zo dan. Dit is vet. En sowieso ben ik heel erg fan van zulke attracties. Waarom? Oh, wauw. Omdat het zeg maar een mix is tussen horror en zo'n onderwatersfeertje. En vooral op zo'n schip, dan kan je hele leuke horrorverhalen vertellen. Kijk eens even. Ik zit te genieten hoor, absoluut. Gaan nog deuren open? Nee, dat niet. We zijn boven gekomen en waarschijnlijk dadelijk nog een flinke drop natuurlijk. Dat zit er dik in. Hele mooie afwerking. Alle scènes zijn gewoon prachtig tot in de kleinste details afgewerkt. Dat zijn hele belangrijke factoren als je een dark ride maakt. Maak gewoon alles helemaal af. Hier ook allemaal een hele stapel van stoelen en houten panelen, ladders, lampjes, planten, noem maar op. We zijn nog altijd binnen in het schip. Het is een groot schip, dat sowieso. Nou is natuurlijk overdreven dat ja, dit allemaal veel groter is dan werkelijk het schip is natuurlijk. Want het schip zag er natuurlijk wat kleiner uit toen we er naartoe gingen varen. Maar dit is allemaal in een grote rots gebouwd. Achter het schip, zag ik al. En dan hebben we een geest. Oh jee. En die zweeft hier gewoon een beetje boven ons. Oh, en hij praat ook. Zo! En in één keer komen we buiten terecht. Met een wrak of zo. Ik weet niet wat het allemaal is. Oh, het schip is natuurlijk gebotst op die ijsberg. Logisch. En hier is een boot. En die is natuurlijk op zoek naar overlevenden. Want hoe is dat schip nou weer... Hoe heeft die kunnen botsen? Is het toch door die spoken geweest? Of dat de kapitein niet goed oplette of zo? Oh joh. Oh. Dit is een hele toffe animatronics. Die niet standaard in het spel zitten, geloof me. Kan je goed gebruiken voor zo'n attractie als dit. En ik zie al dat we weer naar boven gaan. Het zoeklicht ging net naar de lift hill. Maar ik kan het even licht maken. Dan zie je ook dat dit er niet zo heel mooi uitziet allemaal natuurlijk. Maar dat geeft niet. Dat hoort er allemaal bij. Ik zal hem een beetje vooruit spoelen. En als we boven zijn, zullen we snel erachter komen wat ons nog te wachten staat. Oh jee. Er staan nog wat van die geesten, denk ik. Heel mooi gedaan dat hij met die schaduwen werkt, zeg maar. Oh! Dit zou een vette scène zijn voor de Vliegende Hollander in de Efteling. Sowieso. Geef hem maar een beetje een duister tintje eraan. Absoluut. Vooral voor die misscène, hè? Ja, dit is geweldig. En hier staan allemaal geesten en die wachten mij natuurlijk op. Deze attractie stopt niet meer. Hij houdt gewoon niet meer op. Maakt ook helemaal niet uit. Ik vind hem leuk. En wat krijgen we hier dan? Wat krijgen we nog te maken met het monster? Een confrontatie met dit gemene monster. Dat lijkt me best wel vet. Want we weten nog niet precies wat het nou is. We hebben wel die armpjes gezien, maar voor de rest... Misschien dat we dadelijk een mega groot monster krijgen...
Mooie scheep ook hier. Helemaal met de hand in elkaar gezet. Prachtig gedaan. En we gaan richting het licht in de verte. Of we hier nog wel levend uitkomen, weet ik ook niet. Ik zie in de verte wel weer het station, denk ik. We hebben helaas niks van het monster gezien voor de rest, maar dat geheimzinnige, daar ben ik wel fan van. Het was ook best een hele grote attractie, want hij heeft gewoon alles gebruikt. Oh, dat is mooi. Hij heeft gewoon een stukje gebruikt hier voor het dak. Heel mooi. Een fantastische ervaring. Wat is dit een mega vette attractie. Echt waar. Ontzettend genoten en ik hoop jullie ook. Laat vooral een duimpje achter voor dit grote project. En tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Planet Coaster. Doei doeg!